guys, welkom terug bij mijn kanaal. Vandaag heb ik een nieuwe video waarin ik jullie laat zien hoe ik deze look heb gecreëerd. Deze look is geïnspireerd op I Serve The Face op Instagram. Ze heeft deze look gedaan en ik vond het zo enorm mooi dat ik dacht, ik ga het nadoen. Alleen, ik zag dat ze maar een heel klein deel van haar tutorial van deze look online had gezet op Instagram. En ik dacht, weet je, dan ga ik jullie gewoon laten zien hoe ik van begin tot eind een poging doe om haar mooie look laten doen. Dus ben je benieuwd hoe ik dit heb gecreëerd? Blijf dan vooral kijken. We zijn gelijk ingezoomd en zoals jullie zien heb ik al een deel van mijn make-up gedaan. Dat doe ik gewoon zodat jullie niet voor de duizendste keer naar dezelfde stappen moeten kijken. Maar ik ga wel even vertellen wat ik heb gebruikt. Als allereerste ben ik begonnen met mijn 24K Gold Facial Elixir van By Kelsha als mijn primer voor mijn hele gezicht. Vervolgens heb ik gebruikt de P. Louise Eyeshadow Base voor mijn vette neus. Vervolgens heb ik mijn wenkbrauw gedaan met de Benefit Precisely My Brow Pencil in 3.5. En dan heb ik het eigenlijk doorgeborsteld met de Gimme Brow in nummer 3. Ja, vervolgens heb ik wat concealer onder mijn ogen gedaan om de wenkbrauw wat te accentueren. En om als oogschaduwprimer te gebruiken. En dit heb ik gezet met mijn Laura Mercier Translucent Powder met een fluffy brush. Dus het zijn behoorlijk al wat stappen, maar ja, het lijkt me niet erg leuk om hier naar te kijken als je voor de oogschaduw komt. Dus we gaan nu met de oogschaduw beginnen en ik ga vandaag gebruiken de Anastasia Beverly Hills Soft Glam Palette. Dit is echt een van mijn lievelingspalettes en niet alleen om de kleuren, maar ook gewoon om de kwaliteit van de oogschaduw. Daar ben ik super blij mee. Dus sorry voor hoe hij eruit ziet, maar he has been loved and used. Allereerst ga ik beginnen met een klein beetje van de kleur Sienna. En dit ga ik aanbrengen met mijn Sigma E40 brush. Dit gaan we aanbrengen in de crease. En het breng je eigenlijk gewoon aan totdat je blij bent met de pigmentatie, met de blending en de overall look. Dan ga ik over naar een iets smallere kwast en dit is de Sigma E38. En hier, dit ga ik gebruiken om de kleur Rustic een klein beetje aan te brengen in de crease. En ik ga het een klein beetje mengen met de kleur Cypress Amber. Vervolgens neem ik even een platte kwast en dat maakt niet uit welke het is, maar ik vind deze fijn. Dit is de Morphe & Jaclyn Hill JH41 brush. Dan neem ik de kleur Cypress Amber weer en dit ga ik aanbrengen over mijn hele ooglid. Ga ik gewoon weer even terug met de kleine crease brush en dan ga ik dit heel even wat beter inblenden. Zodat alles gewoon een mooi geheel is. Dan gaan we aan de slag met de Huda Beauty Matte & Metal Melted Eyeshadows. En ik begin eerst met de matte kleur. De matte kleur heet Limelight. En wat ik wel zo chill vind aan deze is, je kan ze gewoon mooi aanbrengen voor cut creases. Ik heb ze geprobeerd te gebruiken om te blenden met mijn oogschaduw. Dus gewoon echt als oogschaduw gebruiken. Maar ik raakte er echt heel gefrustreerd van. Ik vind dat je het niet mooi geblend krijgt. Ik zie heel veel meiden, genoeg meiden het wel mooi doen op Instagram, maar mij lukt het niet. Dus persoonlijk zou ik het zelf alleen maar aanraden voor cut creases. En niet per se om echt als eyeshadow uit te blenden, maar dat is mijn mening. Ik neem gewoon deze kleur en dan ga ik het aanbrengen in mijn crease, alsof ik een crease zou maken. Ik heb even één klein laagje gedaan. Het wordt niet gelijk super groen zoals in dit potje. Dus ik ga gewoon heel even de hoekjes uitblenden, zodat het dadelijk mooier over kan lopen. En ik laat het heel even uitdrogen. Oké, we gaan weer even voor de tweede laag. En ik ga gewoon hetzelfde doen. Dan ga ik gewoon met mijn vingers even tappen, tap, tap. Vervolgens nemen we weer de platte kwast. En dan nemen we gewoon weer de kleur Cypress Amber. Dus de bruine, donkerbruine kleur. En wat ik dan ga doen, is wat ik doe bij elke cut crease. Ik ga ervoor zorgen dat deze overgang een klein beetje soepeler, meer geblend loopt. Dus wat ik dan doe, is ik begin meestal in het hoekje achterin. En dan ga ik steeds meer naar voren proberen te blenden. Oké, ik ga heel even mijn andere ogen doen, kom ik bij jullie terug, want dan gaan we de rest van het gezicht doen en de ogen even afmaken. Ik moet wel trouwens eerlijk zeggen, ik vind het best wel zwaar aanvoelen, die Huda Beauty kleur. Ik weet echt niet hoe iedereen het zo flawless krijgt, want ik heb er gewoon elke keer moeite mee als ik het gebruik, maar goed. Maar gewoon eerlijk. We gaan gewoon even de andere kant doen, kom ik zo bij jullie terug. Ik gebruik dezelfde concealer als net en dat is de Shape Tape Concealer in de kleur Medium van Tarte. Ga ik afpoederen en dat doe ik met de Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish Powder in de kleur 2 Medium. En ik neem daarvoor mijn Morphe E49 brush, perfecte brush, om hiermee onder de ogen af te poederen. Oké, vervolgens neem ik even een andere platte brush en dit is de 234 Luxie Smoke Shader van Zoeva. Dan neem ik gewoon weer de kleur Sienna en dit ga ik onder mijn ogen aanbrengen met de brush.
En dan neem ik weer de kleur Cypress Amber en dit ga ik ook onder de ogen aanbrengen. En dan gebruik ik een oogpotlood en deze is van Urban Decay, de 24/7 Glide-On Eye Pencil in de kleur Demolition. Ik weet niet waarom, maar ik vind lashes gewoon fijn om als allerlaatste te doen. Dus nu gaan we even verder met de contour, highlight, blush en dan gaan we verder met de ogen. Vind ik gewoon fijner. Ik weet niet, ik ben raar. I know. Eerst gaan we bronzen en dat doe ik met de MAC Cosmetics Dark Deepest Mineralize Skin Finish Powder. En om dit aan te brengen gebruik ik mijn lievelingsbrush, de Sigma F05 Small Contour Brush. De bronzer zit erop, maar ik wil nog een klein beetje meer definitie in mijn contour. Dus gebruik ik mijn Kat Von D Shade & Light Contour Palette. Ik gebruik de allerdonkerste kleur die erin zit. Dit breng ik aan met mijn contour brush van Real Techniques. Dan ga ik eigenlijk gewoon langs het randje van mijn contour, om het zo te zeggen, om het klaar een beetje meer te accentueren. De highlight van mijn make-up routine. We gaan aan de slag met de Anastasia Beverly Hills nieuwe loose highlighter. En dat is de kleur Sunset Aura. En dit breng ik aan met mijn highlighter kwast van Anastasia Beverly Hills, de nummer A23. Dan is het tijd voor blush en dan ga ik aan de slag met mijn favoriete blush palette, de Morphe 8W palette. En ik ga aan de slag met de kleur Gold en Sweet, ga ik een klein beetje met elkaar mixen en dit op mijn gezicht aanbrengen. Oké, we zijn terug bij de ogen en dan gaan we weer aan de slag met de, de Melted Eyeshadows, de Metal en de kleur Gold Chain. Het zit gewoon in dezelfde als met de neongroene kleur. En we gaan dan dus voor de shimmer en dit gaan we aanbrengen in de binnenste hoeken van de ogen. Dan gaan we nog even wat mascara opdoen met mijn lievelingsmascara en deze is van NARS en hij heet Climax of Climax. Oké, ik heb even lashes opgedaan en waarom heb ik het niet op camera gedaan? Ik moet altijd kijken welke lashes het beste bij de look passen en dan ga ik zeg maar op af doen een hele tijd en ik had geen zin om het te filmen. Dus ik sowieso alle details van de make-up gaan onder aan de video in de beschrijving. Dus ik ga nu lippen doen en ik ga nu gebruiken de lip liner van MAC. Dit is de kleur Strip Down. Lipstick die ik ga gebruiken is de Peach Stock lipstick van MAC. En de finishing touch is de Skinny Dip lip topper van Jouer. Oké, guys, dat was de look. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit te zien. Het is best wel een kleurrijke look, maar gemixt met soort van bruin, koele, warme tinten. Ik weet niet, ik vind het echt heel erg mooi geworden. En het is dus geïnspireerd op Eyeser of the Face op Instagram. Als je het product niet hebt, de Huda Beauty Melted Eyeshadows, ik zeg je heel eerlijk, ben je iemand die echt het look zoekt voor Instagram? Vind ik het echt een super top product. Of ben je iemand die gewoon een hele mooie kleurrijke liner wil maken. Ik denk dat het ook een heel goed product is voor eyeliner. Zou ik het zeker aanraden. Maar ik zou niet zeggen van hey, dit moet je echt hebben om zo'n look te creëren. Wat je kunt doen is gewoon een concealer kleur. De meest witte concealer kleur die je kan vinden. Huda Beauty heeft wel hele goede concealers. Als je daar gewoon de witte kleur van neemt. Daar een cut crease mee maakt. En dan gewoon een hele felgroene oogschaduwkleur op doet. De 35M palette geloof ik van Morphe heeft zulke kleuren. Dan kan je ook deze look bereiken. Daar heb je echt niet alleen dit ene product voor nodig om dat te doen. En ik denk dat je daar ook vaker wat aan zou hebben. Dus de concealer, de witte concealer om andere looks mee te creëren. En die 35M palette van Morphe is echt prachtig. Dus dat kan ik je wel aanraden. Dus mocht je deze look willen doen, ben je op zoek naar nieuwe kleurrijke producten. De Morphe 35M palette dus en de Huda Beauty Concealer is top om cut creases mee te maken. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van het tutorial. Laat me weten of jullie dit soort video's vaker willen zien. Laat me weten in de comments wat je ervan vond. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Kan je dat beneden doen op de knop abonneren. Dat is helemaal gratis. En ik upload 3 keer per week 1 vlog en 2 fashion of beauty make-up gerelateerde video's. En heb je dat al gedaan? Je weet zelf, I love you. En ik zie je graag weer bij de volgende video. Doei doei!